Goedemiddag allemaal en welkom bij de tweede uitzending van Nieuwslied. Wij zijn jullie presentatoren Myrthe en Wieteke. We gaan het onder andere hebben over kerst, geweld tegen vrouwen en de wolf in Nederland. Maar voordat we daar zijn, heb jij wel eens gevaped? Vanaf 1 januari 2024 mogen vapes met smaakjes niet meer verkocht worden. Uit onderzoek van het Trim Bos Instituut blijkt dat het aantal jongeren dat vape bijna net zo hoog is als het aantal dat rookt. 21,7% van de Nederlandse jongeren en jonge volwassenen van 12 tot en met 25 jaar heeft in het afgelopen jaar een e-sigaret gebruikt. Vapes bevatten allemaal verschillende soorten smaakjes. Dit maakt het toegankelijk voor jongeren om te beginnen met vapen. Is het verbod een goed teken? En wat vinden de jongeren eigenlijk van dit verbod? Lise ging op zoek naar antwoorden. Ik zelf ben heel erg blij met het verbod op de smaakjes van de e-sigaretten. Je ziet nu echt een trend in de maatschappij dat vapen heel populair is en vooral onder de jeugd. En de smaakjes die dragen daar enorm aan bij dat het heel hip en trendy is om te doen. Dus het is heel belangrijk dat zo snel mogelijk die smaakjes daarvan afgaan. Dit zijn de woorden van Annabel Schipper. Zij is woordvoerder bij de KWF Kankerbestrijding. KWF Kankerbestrijding werkt samen met Hartstichting en Longfonds aan een rookvrije generatie. Ik denk dat kinderen minder zullen vapen als de smaakjes eraf zijn. Nu is het gewoon heel laagdrempelig om daarmee te beginnen. Dus als je lekker een smaakje hebt zoals framboos of als mango, dan is het heel verleidelijk om daar af en toe eens een trekje van te nemen. Terwijl als die smaken eraf zijn en je net als bij sigaretten doorhebt hoe vies het eigenlijk is, geloof ik echt dat minder kinderen eraan zullen beginnen en ook minder verslaafd zullen raken. Ook was ik benieuwd naar wat de jongeren nou vinden van dit verbod. Ik sprak Anne-Noëlle en Elianne, beide 17 jaar. Ik sta hier voor het Geidanus College in de kou en er staan echt ongelooflijk veel mensen buiten die het waard vinden om buiten een sigaretje op te steken of even te gaan vapen. En nou ben ik benieuwd, wat zij er nou van vinden dat vanaf 1 januari 2024 er geen vapes met smaakjes meer verkocht mogen worden? Ik vind dat eigenlijk ook wel kut, want ik hou zelf wel van vapen zo nu en dan. Ik vind het eigenlijk wel stom dat ze het doen, omdat je dan er niet meer aan kan komen. Denk je dat jongeren die nu vapen hierdoor overgaan op roken? Ik denk mensen die sowieso eerder hebben gerookt en die het ook sowieso al lekker vinden om te roken, dat die echt wel dan gaan roken, want je moet toch ergens wel je nicotine binnenkrijgen. Annabel Schipper vertelt waarom het verbod van het verkopen van vapes met smaakjes zo belangrijk is. En of er hulp beschikbaar is voor jongeren die willen stoppen met roken. De vapes die nu op de markt zijn, zijn enorm verslavend. Dus de kinderen en jongeren die nu al zijn begonnen, daarvoor weten we dat het heel lastig is om er weer van af te komen. Daar is hulp voor beschikbaar. Dus ik hoop dat de jongeren, doordat dit smaakjesverbod ingaat en die willen stoppen, dat ze daar hulp voor zoeken. Maar waarvoor ik denk dat het echt een belangrijke maatregel is, is dat juist geen nieuwe kinderen meer zullen beginnen. Dus dat het daardoor minder aantrekkelijk wordt om mee te beginnen en dus ook niet verslaafd raken. Dus dat, het is vooral een belangrijke maatregel om ervoor te zorgen dat niet nog meer jeugd eraan begint. Van chemicaliën in je longen naar water in je longen. Hoe vaak gaan we tegenwoordig nog naar het zwembad? 13% van de kinderen tussen de 6 en 16 jaar hebben geen zwemdiploma. Dit is een verdubbeling vergeleken met de cijfers uit 2018. Dit blijkt uit een onderzoek van het Mulier Instituut. Zij hebben onderzoek gedaan naar de bevordering van sport. Niek vertelt jullie over. Volgens het onderzoek van het Mulier Instituut lijkt de stijging in kinderen zonder zwemdiploma vooral te liggen aan te lage inkomens bij gezinnen, maar ook aan een taalbarrière voor kinderen met een migratieachtergrond. Het behalen van zwemdiploma's is erg belangrijk voor de zwemveiligheid. Over het belang hiervan sprak ik Tieteke Postma, deskundige op het gebied van zwemveiligheid. Als er minder kinderen een zwemdiploma hebben, dan zal dat betekenen dat er waarschijnlijk op termijn vaker ongelukken gaan gebeuren. Maar je zult ook zien, omdat ze geen zwemdiploma hebben, niet meer naar een zwembad zullen gaan. Als je kijkt naar het percentage, dan denk ik, wel werk aan de winkel. Verder zegt Postma dat als er wordt gekeken naar de kinderen die geen zwemdiploma hebben, dat ze wel uit een heel specifieke doelgroep komen. Er wordt door Postma gezegd dat het vervelend is dat deze kinderen geen zwemdiploma hebben. Dus dat daar de aandacht ook naartoe moet gaan.
Maar ik ben niet per se dat ik denk, wow, dit is verschrikkelijk, het gaat helemaal de verkeerde kant op. Maar je mag hopen dat dit een signaal is om alert te zijn en te kijken van waar kunnen wij dan die kinderen zeg maar vinden, hè, die geen diploma hebben, zodat we ze wel zwemlessen aan kunnen bieden. Maar we moeten wel alert zijn. Daarom is het ook heel fijn dat dit onderzoek er weer is, zodat we weten van ja, nee, dit zijn wel de dingen waar we het gewoon mee te maken hebben. We moeten alert zijn. Ook vroeg ik de twee woordvoerders van Zwemonderwijs Nederland, een van de toezichthouders op zwemlessen en zwemveiligheid in Nederland, die ook uitgevers zijn van erkende zwemdiploma's, om een reactie op de uitslag van dit onderzoek. Het is natuurlijk heel jammer als die conclusie getrokken moet worden, dat er meer kinderen zijn, zeg maar, die niet naar zwemles gaan of kunnen gaan. Dat kun je natuurlijk alleen maar betreuren. Naast lage inkomens en taalbarrières is er volgens Zwemonderwijs Nederland nog een heel andere reden waarom minder kinderen in Nederland een zwemdiploma halen. Er is dus één partij in Nederland, dat is de NRZ, Nationale Zwemdiploma's. En die pretenderen het enige echte nationale zwemdiploma uit te geven. En daar ligt het hele issue ook eigenlijk. Het zwemniveau en de zwemlessen in Nederland zijn gewoon van een hoog niveau, zeker als je dat vergelijkt bij de buurlanden. Als je kijkt naar de verschillende diploma-eisen van de verschillende zwembonden, die liggen heel dicht bij elkaar. Er is helemaal niet zo heel veel verschil. We zouden veel meer moeten naar de samenwerking in plaats van elkaar te beconcurreren. Ik denk dat dat een goede oplossing zou zijn. Zo, wat interessant. Even een liedje tussendoor. De brandweerkazerne in Hogeveen moet verhuizen. Om omwoners te informeren en antwoord te geven op hun vragen was er vorige maand een inloopbijeenkomst. Hierbij waren onder andere de veiligheidsregio Drenthe aanwezig en de projectleider van de nieuwe kazerne. Na afloop van deze bijeenkomst vroeg Meerte omwonenden en belanghebbenden om hun mening. De brandweerkazerne in Hogeveen is toe aan een nieuwe locatie. De huidige locatie van de kazerne ligt aan de Industrieweg. En de nieuwe locatie moet het terrein worden waar eerder de Euromaster gevestigd was, in combinatie met een gedeelte van de NCH-locatie. Maar wat was er nou eigenlijk zo verkeerd aan de oude kazerne? Waarom heeft het een nieuwe locatie nodig?
Dat vertelt Jurien Timmerman van Veiligheidsregio Drenthe. Die kazerne die is al meer dan 50 jaar oud. En tegenwoordig moeten alle overheidsgebouwen aan bepaalde klimaatdoelen voldoen. En dat lukt gewoon niet. Daar zijn zoveel gaten en kieren in het gebouw. En daar is onderzoek naar gedaan al een paar keer. En er komt gewoon uit dat het gebouw af is. Dat het ook niet meer verbouwd kan worden. Dat we echt naar een nieuwe kazerne moeten. Hilda Tuijema van de gemeente Hoogeveen en projectleider van deze kazerne vertelt u waarom juist deze nieuwe locatie gekozen is. Het college die heeft gezegd van nou, we hebben een voorkeurslocatie voor de brandweer. We hebben eerst een onderzoek gedaan naar alle locaties die er zijn in Hoogeveen die eventueel geschikt zouden zijn voor een brandweerkazerne. Nou, daar is één locatie uit naar voren gekomen. We hebben gekeken van is de locatie groot genoeg? Is die goed bereikbaar? Is die beschikbaar? En we hebben ook gekeken vanuit de brandweer van wat zijn de opkomsttijden en de uitruktijden. Is die cirkel groot genoeg? En waar zitten de vrijwilligers en zitten die ook dichtbij genoeg? De nieuwe gekozen locatie voldoet dus aan al deze benoemde kritiekpunten. Maar de omwonenden van de nieuwe kazerne hebben zo ook hun eigen puntjes van kritiek. Ik ben erop tegen. Nou, hij staat wel erg dicht bij de woningen en het is al een drukke weg. En het totale aanzicht van het binnenkomen van Hoogeveen vind ik een brandweerkazerne minder op zijn plek staan. Ik ben er niet tegen, want je moet toch ergens met elkaar een brandweerkazerne hebben. Maar het lawaai ben ik wel bang voor. Naast dat vele omwonenden het niet helemaal eens zijn met de nieuwe locatie, is de grond van het voormalige Euromasterterrein aan de Grinsveenweg ook vervuild door de fabriek die hier heeft gestaan tot april 2005. De bodemgesteldheid van de locatie is nog niet helemaal in beeld, omdat alle onderzoeken die ouder dan 5 jaar zijn geactualiseerd moeten worden. Momenteel wordt er weer opnieuw een onderzoek uitgevoerd. Maar wat als het blijkt dat de grond niet geschikt is? Dit wordt uitgelegd door Hilda Tuijema. Dan moeten we kijken of je kunt saneren. Hè? Dus of je de bodem wel geschikt kunt maken. Maar daar hangt natuurlijk een kostenplaatje aan vast. Dus moeten we dat eerst ook weer allemaal in beeld brengen. En dan pas kunnen we echt zeggen van nou oké, we gaan ervoor. Dan gaan we het proces in om te komen tot een bestemmingsplan. Of straks heet het een omgevingsplan. En dan gaan we een architect selecteren. Een aannemer. En dan kan er hopelijk gebouwd worden. Om de grond schoon te maken moet de gemeente 1,5 miljoen euro uittrekken en voor de bouw van de kazerne zelf is er geld beschikbaar gesteld door de gemeenteraad. De nieuwe brandweerkazerne kost rond de 15 miljoen euro, waarvan de gemeente ongeveer 10 miljoen euro moet bijdragen. De rest van het bedrag wordt betaald door de VRD en de GGD. De GGD wordt namelijk ook betrokken bij de nieuwe locatie. Jurien Timmerman van de VRD vertelt waarom. Nou, de brandweer is onderdeel van de veiligheidsregio en de veiligheidsregio werkt heel veel samen met de GGD. En wij gebruiken dus ook elkaars panden om te kunnen werken. Dus ook voor deze nieuwe locatie, ja, daar werkt de veiligheidsregio ook. En mogelijk de GGD dus ook. Maar het gaat nog wel even duren voordat dit alles gerealiseerd kan worden. De bouw van de nieuwe kazerne begint namelijk pas op z'n vroegst, eind volgend jaar. Van de brandweer naar de brandende kaarsen. Het koude seizoen is weer begonnen. Tijd voor de feestdagen. Met Sinterklaas achter de rug is het weer tijd voor de volgende feestdag, kerst. Bij kerst hoort natuurlijk een kerstboom. Maar kan dat nog wel? Of is de traditie afgezaagd? Het gaat steeds slechter met het klimaat. Daarom moeten we allemaal ons steentje bijdragen om dit weer recht te zetten. Is een kerstboom dan nog wel klimaatneutraal genoeg? Florentien ging hiervoor op bezoek bij de kerstbomenboer. Het lijkt wel alsof we niet meer zonder kunnen. Een discussie voor elke feestdag. Dit jaar ligt ook de kersttraditie onder de loep. Kan zo'n kerstboom nog wel? Aandacht op het milieu is natuurlijk ook significant groter, omdat je werkt met meer massa plastic, zeg maar. Dus het is ook, zeg maar... Ja, precies, gewoon één groot stuk plastic in kunst. Ja, want ik weet niet hoe lang het duurt voordat het plastic verteerd kan worden, zeg maar, zover dat het verteerd wordt. Het wordt, zeg maar, microplastic, dus uiteindelijk komt het wel fijn in het milieu. Maar daarentegen, die netten zijn ook niet geweldig, want als je dat zo weggooit in de container, dan komt het ook of op een afvalhoop, zeg maar, of het komt in het water, omdat mensen het gewoon wegpleuren. Dus uiteindelijk is zowel gewoon plastic in general slecht. Volgens de verschillende onderzoeken is een kunstboom op lange termijn vermoedelijk beter voor het milieu. Maar dit termijn, 16 jaar, wordt vaak niet gehaald. Door verschillende factoren. Onder andere gebruikte materialen, transport, waar komt de boom vandaan, en de mogelijkheid om te recyclen. Is het plastic te scheiden van het metaal bijvoorbeeld? Hoe lang denk je dat het duurt voordat een kunstkerstboom CO2-neutraal is? Een kunstkerstboom? CO2-neutraal? Ik weet niet, het heeft denk ik te maken met de productie, toch? Maar gemiddeld?
Ik denk nooit. 16 jaar. Maar dat is wel echt erg. Dan toch maar een echte. Alleen is dit niet de betere optie. Vanuit de productiebossen gaan kerstbomen op transport naar Nederland. Daarbij wordt CO2 uitgestoten. Er passen enorm veel kerstbomen op een vrachtwagen, dus daarin zit het grootste probleem niet. Het transport van de consument om de boom te kopen heeft een grote impact. Voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal berekende dat de CO2-uitstoot van de productie, het transport en de afvalverwerking van een kerstboom die 1 jaar meegaat, gelijk staat aan een autorit van 25 kilometer. Ik vind ook echt een kerstboom, die ruikt lekker, die heeft sfeer. En ik ben helemaal niet overtuigd dat die kunstkerstbomen beter zijn voor het milieu. Want die moeten ook gemaakt worden van grondstoffen die gebruikt moeten worden. Nee, ze worden gekweekt ervoor. Ik bedoel, we halen ze niet uit het bos of we halen er geen bos op. Voor een afgezaagde boom, niet een boom met kluit, doet u dat bewust? Ik heb elk jaar gedaan tot ik een prachtige ompot heb gebroken dit jaar. Ik denk, dan doe ik hem maar eens een keertje zonder kluit. En sjouwen wordt wat moeilijker als je ouder wordt. Monotoon kerstbomenbossen bevatten over het algemeen heel weinig ecologische diversiteit. En wat dus ook eigenlijk niet heel geweldig is voor de omliggende vegetatie, zeg maar. Ook verzuren de gronden vrij snel door alle naden wat vallen en zo, zeg maar. Dus dat komt ook niet ten goede van het milieu. En als je zelf een kerstboom kiest, ik weet niet of je een kerstboom hebt. Een kerstboom. En als ik een kerst doe, dan heb ik meestal een pallet kerstboom. 1, nou ja, ook milieukwestie. 2, ik hou niet van bomen optuigen, aftuigen en rotzooi eromheen wegvegen. Dus dat is inderdaad mijn keuze al om niet voor een echte boom te gaan. Als ik echt wel een kerstboom in huis wil, dan zou ik wel altijd wel voor een kunstkerstboom gaan. Omdat dat bewuster is in mijn portemonnee, zeg maar. En uiteindelijk ook wel bewuster is voor het milieu, maar dat is wel niet de eerste gedachte. Nu we toch lekker in de kerstweer zitten, we kunnen vanaf vandaag stemmen op de top 50 kerstnummers. Wat gaan de studenten hier op Windesheim stemmen? We schakelen over naar onze journalist op locatie. Lise, ben jij daar? Ja, ik ben er. Op het moment ben ik op de campus van het Windesheim en ik ga studenten vragen wat hun favoriete kerstnummer is. Wat is nou jullie favoriete kerstnummer? De Muppets en dan Carol of the Bells. Ja, die is wel mooi. Ja. En die voor jou? Ja, we zaten net dus te discussiëren wat het was, maar we kwamen eigenlijk samen wel eruit dat de Muppets toch wel echt de beste tijd is. Ja. Oké, mooi. En hebben jullie nou ook echt een kerstliedje waarvoor jullie denken, nou, die mag echt de prullenbak in? Ja, die Justin Bieber, wat was het nou? Justin Bieber Mistletoe. Ja, Justin Bieber Mistletoe, dat was hem, ja, die is waarloos. Ja. Oké, nou, dankjewel. En hebben jullie nou ook een liedje waarvoor jullie denken, nou, dit liedje dat verdient echt veel meer aandacht? Van de complete Muppets-lijst, ja. Dus jullie zijn fan van de Muppets? Een banger, echt waar. Gewoon met het family diner en alles. Gewoon iedereen slikken te eten. Dan zet je in de Muppet staat, dan wordt iedereen gewoon leuk. Ja, oké. Ja. Nou, dankjewel. Dan ga ik door naar de volgende mensen. Hi. Wat is nou jullie favoriete kerstliedje? Ons lievelingsliedje is It's Beginning to Look a Lot Like Christmas. Is die voor jou ook graag vooruit? Ja, maar voor mij. Ja, maar voor mij. Topzanger. En welk kerstliedje moet volgens jullie nou echt de prullenbak in? All I Want for Christmas. Dat is echt een overrated nummer. Daar ben je geen fan van? Nee. En die voor jou? Ik zeg kerstcadeau van Nielson. Dat is ook niks voor jou? Nee, dat vind ik helemaal niks. Oké, nou dankjewel. En wat is nou jullie favoriete kerstliedje? Mijn favoriete kerstliedje, dat is The Christmas Song van Stevie Wonder. Dat is een heel mooi nummer. En die voor jou? Ja, toch altijd wel Wonderful Christmas van Paul McCartney. En welk liedje moet volgens jullie nou echt de prullenbak in? Ik ben de naam vergeten. Dat liedje van Wham, van Last Christmas. Ik word er helemaal... Ja, ik word er een beetje gek van. Ja, het is stom. Ja, nou oké, bedankt. Maar het is niet zo erg als All I Want for Christmas. Dat is wel van Mariah Carey. Dat is echt... Ja, maar de schot uit ongeveer. Ja. Oké, nou dat is geen favorietje, dat merk ik alweer. Dan ga ik door naar de volgende, bedankt. Nou, wat is nou jullie favoriete kerstliedje? Ja, ik denk toch wel heel cliché, All I Want for Christmas is You van Mariah Carey. Oh, dan hebben we hier toch wel een fan. En wat is die voor jou? Mij is Santa Claus is Coming to Town.
Oké, dank je. En welk kerstliedje moet volgens jullie echt de prullenbak in? Ja, Coldplay is een kerstliedje. Christmas Lights, die vind ik dus niet zo leuk. Terwijl Coldplay wel heel leuk vindt. Maar dat nummer mag echt de prullenbak in. Zou het dus beter geen kerstliedje moeten maken? Nee, beter niet. En wat denk jij ervan? Ik weet eigenlijk geen liedje wat de prullenbak in moet. Ik vind het allemaal altijd wel leuk en gezellig. Dus jij bent wel lekker fan van kerst. Ja, zeker. Oké, nou super bedankt. Dan gaan we toch naar de studio. Wil jij ook stemmen op je favoriete kerstnummer? Dat kan via de Christmas Station van Sky Radio. Daarnaast kun je nu ook stemmen op het woord van het jaar. Vreugdebier, Hittefit of Nepo Baby. Ga daarvoor naar woordvanhetjaar.vandalen.nl en kies jouw favoriet. Naast het stemmen op het woord van het jaar of je favoriete kerstnummer, stemmen leraren en leerlingen over het telefoonbeleid dat na de vakantie in zal gaan. Hoe gaat de beleidsvorming in Harlingen? Sterre Brouwer praat hierover met teamleider Geu Luik en docent Sandra Gerritsen. Hoe kijkt de Simon Vestdijk in Harlingen naar het landelijke telefoonbeleid? Vanaf 1 januari 2024 gaat het landelijke beleid voor telefoongebruik in de klas in. Dit is op 4 juli 2023 bekendgemaakt. Deze landelijke aanpak is in samenwerking met verschillende organisaties gevormd. Rafke Hagenaars, voorzitter van het scholerencomité het LAX, vertelt over hun aandeel in de samenwerking. We hebben als LAX meegeholpen inderdaad om deze plannen vorm te geven. Daarin hebben wij net als andere partijen in het veld een stem gehad. Wij hebben toen ook wel geadviseerd, zorg wel dat er richtlijnen komen voor die mobiele telefoons en een duidelijke bestemming. Maar zorg niet dat ze hun educatieve doeleinden verliezen. Dus denk hierbij bijvoorbeeld aan een Kahoot of een quizzes of misschien het kunnen nakijken van je huiswerk online. Volgens deze landelijke afspraak mogen mobiele telefoons, tablets of smartwatches in 2024 niet meer gebruikt worden in de klas. Leerlingen die bijvoorbeeld door medische redenen of een beperking afhankelijk zijn van hun telefoon, mogen deze wel gebruiken. Volgens het ministerie hebben mobiele telefoons een slechte invloed op het concentratievermogen en de schoolprestaties van leerlingen. Uit onderzoek blijkt dat enkel de aanwezigheid van een mobiele telefoon al leidt tot een daling van 20% in concentratie, aandacht en prestatie. Volgens de landelijke aanpak moet elke middelbare school vanaf 1 januari een eigen beleid hebben gevormd. Voor basisscholen en speciaal onderwijs moet er vanaf de ingang van het schooljaar 2024-2025 een beleid zijn gevormd. Sandra Gerritsen, docent aan de Simon Vestdijk in Harlingen, vertelt over het huidige beleid op de school. De leerlingen mogen de telefoon niet in beeld, dus hij zit in de tas en hij staat op stil. En als hij wel in beeld is, dan is dat omdat de docent heeft gezegd dat het mag. En anders wordt hij dus ingenomen tot 4 uur. Elke school heeft de opdracht gekregen om een beleid vast te stellen. Scholen moeten dus zelf afspraken maken met leraren, ouders en leerlingen over telefoongebruik, zodat iedereen in de school precies weet wat wel en niet mag. Op de Simon Vestdijk in Harlingen heeft het bestuur ook druk met het vormen van het beleid. Geu Luik, docent en teamleider voor bovenbouw HAVO en VWO, vertelt over de beleidsvorming op de school. We hebben allereerst een gesprek gevoerd met de deelraad hierover. Wij hebben vervolgens een vragenlijst uitgezet onder het personeel met hoe gaat het tot nu toe. En hoe kijken jullie aan tegen het thuis of in de kluis principe? Die vragenlijst is inmiddels gesloten. En nu hebben we een soortgelijke vragenlijst ook uitgezet onder de ouders en de leerlingen. Die vullen dat deze week in. En dan nemen we volgende week een besluit. Ik vermoed dat het richting thuis of in de kluis principe gaat, waarbij de leerlingen in de pauzes de telefoons nog wel mogen gebruiken. De meningen over strenger beleid zijn verdeeld op de school. Sandra Gerritsen ziet meer verlies dan winst. Ik verwacht dat we heel veel problemen krijgen met handhaving. Omdat er ook leerlingen zijn die later beginnen dan 8:30. Dus wie zorgt er dan voor dat zij daadwerkelijk die telefoon in de kluis doen? En tegen de tijd dat het pauze is, zal iedereen tegelijkertijd bij die kluisjes zijn. Nou, allemaal telefoons in de tas. Nu gaan we over naar een wat zwaarder onderwerp. Op 25 november beginnen de 22 dagen waarin op verschillende manieren aandacht wordt gevraagd voor het stoppen van geweld tegen vrouwen. Dit doet Orange the World op allerlei verschillende manieren, maar vooral door zoveel mogelijk steden en dorpen oranje te maken. Joanne maakt hier het volgende verhaal over. Bekende gebouwen worden oranje verlicht en door steden en dorpen zie je oranje handen met de tekst Stop geweld tegen vrouwen gegraffiti. Op onder andere deze manieren wil de organisatie Orange the World aandacht trekken voor geweld tegen vrouwen. Dit doen ze van 25 november tot 16 december in meer dan 100 landen met het thema veilig, overal en altijd. Dit jaar was Amsterdam de stad die Orange the World af mocht trappen en de hele stad oranje kleurde. Maar Amsterdam was niet de enige stad die meedeed aan Orange the World. Zo deed de stad Leeuwarden ook actief mee. Zij kleurde onder andere veel gebouwen oranje.
Ook Frisco International Fabrics, een stoffenwinkel in Leeuwarden, deed graag mee en kleurde hun winkel oranje. Hier hoor je een reden waarom ze hier graag aan meedoen. Wij hebben hier in Tern 4. 4 is een expertisecentrum die helpt bij geweld in afhankelijkheidsrelaties. Bij ons bedrijf hebben wij een sociale onderneming gestart. En wij, als zeg maar vrouwen die daar in behandeling zijn geweest, nou langzaam weer werken richting de toekomst, dan kunnen zij bij ons in ons labatelier kunnen ze aan het werk. Maar de gebouwen zijn oranje zonder veel context. Ook zul je langs de handen lopen. Heeft dit dan wel zin? Ik vroeg aan Stichting Seksueel Geweld of hun in deze tijden hier extra veel van meekrijgen door eventuele drukte. Het is wel zo dat in de algemeenheid door dit soort evenementen of weken meer mensen zich melden. En dat gaat niet alleen specifiek over seksueel geweld. Maar in de algemeenheid weten we, ik werk ook bij Vier, dat meer mensen zich dan melden aan de telefoon of op de chat. En dat geldt ook voor, we hebben een landelijke chatfunctie voor het CSG, dat meer mensen zich dan melden of hun verhaal doen. Ook in Drachten deden ze mee. Door het hele dorp waren oranje handen gegraffiti. Ik stond hierbij en vroeg aan mensen of zij denken dat het helpt. Ik kreeg veel verschillende antwoorden. Je zult er nu een aantal van horen. Ja, het staat nu op de grond. Misschien moet het toch wat hoger, dat meer op ogen, dat je het beter kan lezen. Maar... Zeker. Bijvoorbeeld grote steden maken ze kennen gebouwen oranje. Denkt u dat op die manier dan wel helpt? Met de oranje kleur alleen? Ja, nou, het zegt mij niet dat het dan die kleur voor dit is. Nee. Alles wat je doet kan alleen maar helpen. Als je niks doet, gebeurt er niks. Dus, maar goed, ja, je moet ergens beginnen. Dus langzaamaan, hopelijk, wordt het steeds bekender. Orange the World zal dus tot 16 december duren. Tot die tijd zullen veel andere steden oranje kleuren. Even weer naar wat luchtigs. Van onze nationale kleur naar een internationaal verhaal. De afgelopen jaren zijn er steeds meer internationale studenten bijgekomen in Nederland. Wat trekt hen nou naar ons land? Waarom kiezen de studenten voor een stad zoals Groningen? Silke zoekt het uit. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat steeds meer internationale studenten wetenschappelijk onderwijs volgen. Woordvoerder van het CBS, Luc Hofius, vertelt dat dit voornamelijk komt doordat de meeste universitaire studies worden aangeboden in het Engels. Maar waarom kiezen de internationals dan specifiek voor Nederland? Hofius vertelt hier meer over. Nederland is voor internationale studenten een heel aantrekkelijk land. Wat met een aantal dingen te maken heeft. Stel je spreekt de taal niet, wordt er binnen Nederland overwegend heel goed Engels gesproken. Dus je kan makkelijk een draai vinden en ook een bijbaantje komen. Naast dat Nederland ook gewoon goed geregeld is. Eventueel als je hier zou willen blijven, dat er goede baankansen zijn voor mensen die hier een opleiding hebben gevolgd. Het Nederlandse onderwijs, met name het wetenschappelijk onderwijs, dus de universiteiten staan erg goed en hoog aangeschreven. En voor internationale studenten kost dat relatief weinig geld. Volgens Hofius komt het door de net genoemde redenen dat er steeds meer internationale studenten naar Nederland komen. We zien zeker dat het aantal internationale studenten door de jaren heen toeneemt. Wanneer we kijken naar de eerstejaarsstudenten is het momenteel zelfs zo dat 40% van de eerstejaarsstudenten een internationale student is. En dat is echt een stuk hoger dan een tijd geleden. Aantal internationale studenten nu ruim 3,5 keer zo hoog. Een van de studentensteden met veel internationals is Groningen. Volgens Hofius komt dit onder andere door de ligging. Veel Duitse studenten gaan naar steden die net over de grens liggen, zoals Maastricht en dus Groningen. De internationale studenten in Groningen geven de volgende redenen waarom zij in Nederland studeren. My name is Arjemen. I'm studying liberal arts and sciences. Among the countries here, Netherlands was the more English-speaking, multicultural one. My name is Gregor. Economic development and globalization from Germany. In the end, I had to choose between Groningen and a couple of places in Germany. And the university here had a good reputation and the program seemed really cool. UCA, art history. Poland, because it's one of the countries that have very broad options for English studies. For me, it was a huge change with also the amount of internationals around me and the overall kindness of people.
Adam, international business, Egypt. I would say I like that it's challenging. The curriculums here are definitely more challenging than other countries, like compared to my friends. Like, I think they prepare as well, I would say. Faye, Bulgaria, liberal arts and sciences. It is the biggest student city, which is cool. And I think there's a big international community, so that's cool. Jule, Germany. I basically just wanted to study in English and abroad, so this was a good opportunity. Elias, Denmark. Really good student cities and really good international programs. Niemand kan bier drinken zoals studenten. Ze zijn echte beesten. Over beesten gesproken, de wolvenpopulatie op de Veluwe groeit. En dit is niet zonder gevolgen. Hoewel het een beschermde diersoort is, wil provincie Gelderland maatregelen nemen. De verslaggeefster Wieteke Zand zoekt uit of deze nieuwe maatregelen echt nodig zijn. Ik loop momenteel op de Veluwe. Dit is normaal het leefgebied van de wolf. Momenteel lopen er geen wolven rond, maar 's avonds zijn ze al helemaal actief. Op de Veluwe leven nu ongeveer 80 wolven en het aantal aanvallen door de wolf groeit. Provincie Gelderland wil de subsidie voor preventie verbreden en de probleemwolven sneller aanpakken. Als in één gebied 2 keer een wolf het wolvenraster passeert, moet de wolf daar afgeschoten worden, geven zij aan. Bij 12 ondersteunt de samenwerkende provincies bij de uitvoering van wettelijke taken en met kennis, informatie en data over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving. Zij vertellen ons meer over de wolf. Dan houden wij op de website van Bij12 eigenlijk gewoon vrij nauwkeurig bij welke meldingen wij krijgen van schade die dierhouders hebben ten gevolge van een mogelijke wolvenbeet of een wolvenaanval. En dat aantal is gegroeid in de afgelopen jaren. En we houden die lijst keurig bij, dus je kunt ook dat verloop, zeg maar, in de afgelopen jaren kun je ook gewoon keurig zien op die lijst. Maar er zit gewoon een groei in. En dat komt omdat het aantal wolven is toegenomen. En met de toename van het aantal wolven zien we ook dat de hoeveelheid die je schade ten gevolge van een wolvenbeet ook toeneemt. Op de Veluwe loopt niet alleen de wolf rond, er zijn ook schapenkuddes. Er is 1 schapenkudde op de Veluwe waar een boswachter van Staatsbosbeheer ons meer over gaat vertellen. Maar sinds de wolf er is, loopt natuurlijk een bepaald gevaar dat die wolf probeert een schaap te pakken. En daarom hebben we nu naar voorbeeld van in Roemenië en zo kudde beschermingshonden. Dus dat is voor de herder ook even wennen, want het zijn geen hoedhonden. De werkwijze met die honden is anders. En die honden die lopen zeg maar ook, die zitten bij de kudde, aan de rand van de kudde. En die zijn continu eigenlijk alert of dat er wolven, of zoals in Roemenië zo ook beren en dat soort dingen, aankomen. Het zijn grote honden. Slaan hard aan, dus die blaffen heel hard op het moment dat er onraad is. Ook als er gewoon een mens voorbij komt. En dat heeft een afschrikkende werking. En de kudde die leert er ook mee om te gaan. Natuurlijk met die honden, maar ook doordat de wolf af en toe in de buurt is. Dus de kudde gaat niet, zoals in het verleden, op de vlucht. Maar blijven juist bij elkaar staan. Zo te horen zijn de schapen op de Veluwe dus veilig en goed beschermd. De wolven leven lekker in de buitenlucht. Maar wat kunnen zij de komende dagen van het weer verwachten? Dit vertelt onze weervrouw Silke. Al helemaal klaar voor de wintersport? Ga dan naar Noorwegen, waar er in deze koude maand al zo'n 80 centimeter sneeuw ligt. Heb je liever een zonnige kerst? Bezoek dan Australië, waar de komende decembermaand extreme hitte heerst. Boven Ierland hangt er op dit moment een hoge drukgebied. Hierdoor is het uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. In ons eigen kikkerlandje schijnt de zon vandaag in het westen, midden en zuiden. Maar wil je in het oostelijke deel van het land, vergeet je paraplu niet, want er gaat motregen vallen. Vannacht gaat het lichtelijk vriezen, het wordt maximaal -3 graden. Morgen wordt het 2 tot 6 graden, maar kijk uit, want de straten zijn nog glad. Dat was het weer van vandaag. Bedankt voor het luisteren naar deze radio-uitzending. Dit was het vandaag. Nog een prettige dag verder en tot ziens. Doei!